Goedendag. Ja, de meeste ogen zijn nu natuurlijk gericht op de sneeuwzone die een deel van de Benelux aandoet. Het zuidoosten om precies te zijn. En daarvan krijgen we toch ook al een paar mooie plaatjes binnen. Zoals hier uit Landgraaf, toch al een aantal centimeter sneeuw daar. En het is de verwachting dat in die regio, zeker in de Limburgse heuvels, wel tot 15 centimeter sneeuw kan vallen. Een echt winterwonderland wel daar. Nou, andere delen van Nederland, daar is het natuurlijk niet zo sneeuwrijk. Toch hebben een aantal sneeuwbuien daar lokaal wel voor een witte wereld gezorgd. En in combinatie met die lage temperaturen doet het dan toch wel licht winters aan. En of we dat licht winterse weerbeeld ook de komende dagen en in de nieuwe week voortzetten, daar ga ik in deze tiendaagse weersverwachting verder op in. Daarvoor pak ik eerst even de windsnelheden op hoogte erbij in de jetstream. Als ik die aanzet, zien we dat we op dit moment met vrij rustig vaarwater te maken hebben. Redelijk rustig weer, maar dat verandert in de loop van het weekend. Dan zien we een band met hoge windsnelheden verschijnen in het westen op de Atlantische Oceaan. En op die band met hoge windsnelheden kunnen zich eventueel randstoringen gaan ontwikkelen die zich zouden kunnen gaan ontwikkelen tot een stormdepressie. Dat zit nu echt wel duidelijk in de weermodellen. Zeker Ierland en delen van Schotland kunnen hoge windsnelheden verwachten. Windstoten van 140, 150, misschien wel 160 km per uur. En het zou ook zomaar kunnen dat wij daar wel een schampschot van meekrijgen. Zulke hoge windstoten verwacht ik niet. Maar dat het stormkracht gaat komen, dat zou zomaar kunnen op zondag of maandag. Nu hebben we nog niet met dat stormachtige weer te maken. Dat zien we ook goed terug in het Amerikaanse weermodel. Die sneeuwstoring die trekt langzaam weg richting Duitsland. Daarna krijgen we nog te maken met een gure noordweststroming met zeker vrijdagochtend nog enkele sneeuwbuien. Kijken we dan iets verder richting het weekend, dan zien we dat een hoge drukgebied zich opbouwt net ten zuidoosten van ons, waarbij bij ons een zwakke zuidwestelijke stroming op gang komt. Eerst hebben we met name te maken nog met de bewolking en is het nog redelijk droog. Maar als ik de animatie aanzet, dan zien we dat die lage drukgebieden steeds verder beginnen op te dringen het vaste land op. En dan zien we dat zeker op zondag die storing dan gaat overtrekken. En dan kan die wind dus wel eens flink gaan aantrekken. Verschillende weermodellen komen inmiddels met stormkracht in het noordwesten van het land. Ook stevige windstoten van boven de 75 km per uur, zware windstoten. En wie weet gaan we wel richting zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur in het noordwestelijk kustgebied. Zet ik de animatie wat verder aan en dan zien we dat lage druk echt wel blijft domineren. Een komen en gaan van regenzones en buiengebieden met af en toe flink wat wind. Pas in de loop van volgende week zien we een verandering. Dan zien we een hoge drukgebied opbouwen ten zuiden van ons. En dan krijgen we mogelijk tijdelijk weer te maken met wat rustiger weer. Het zou ook zomaar kunnen dat met zo'n hoge drukgebied aan de westzijde warme lucht richting onze omgeving wordt geblazen. En dat we met heel erg zacht weer te maken gaan krijgen. Maar de weermodellen zijn daar nog niet helemaal over uit. Eerst even naar de korte termijn. Kijken we naar morgen, dan hebben we te maken met een mix van wolken, zon en nog enkele winterse buien die vooral de kustregio's aandoen. En zoals ik net al zei, in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend, dan trekt een troggetje over Nederland en er zouden ook nog wel enkele stevige winterse buien op kunnen ontwikkelen. Wie weet, een beetje vergelijkbaar met de situatie op maandagochtend toen het her en der ook wel wit werd. Dus dat is nog even iets om in de gaten te houden. Komen we in een toekomstig weerbericht uiteraard op terug. En morgen ligt de temperatuur zo tussen 2 en 4 graden bij een matige wind uit westen tot noordwestelijke richting. Kijken we naar de dagen daarna, dan zien we toch echt wel een verandering. Zoals ik net ook al zei aan de hand van de Amerikaanse weermodellen. Eerst is het nog vrij rustig met overdag temperatuur rond een graad of 5. In de nachten eerst nog die vorst. Maar die raken we echt wel kwijt wanneer die wind naar het zuidwesten gaat draaien en de temperatuur uiteindelijk in de loop van de nieuwe week in het dubbele cijfers terechtkomt. Zeker op zondag en maandag hebben we dan dus te maken met heel veel wind. Maar ook op dinsdag is dat nog het geval. Want die westelijke stroming blijft echt wel even op gang. Die wind die zien we ook goed terug in de weerpluim. Ik heb even die van noordwest erbij gepakt, want daarin kunnen we het beste die windpiekjes zien. Eerst nog erg rustig, maar we zien een duidelijke piek van zondag op maandag met windstoten al gemiddeld van zo'n 90 km per uur in de weerpluim. Er zit nog wat onzekerheid, het kan wat minder worden, maar we kunnen ook zomaar boven die 100 km per uur gaan aankomen. Dat is iets wat we de komende dagen in de gaten moeten houden, of die randstoringen zich gaan ontwikkelen of wat dat toch niet gebeurt. Daarna tijdelijk iets rustiger, maar op woensdag opnieuw een piek. En dan zien we dat we echt wel tijdelijk dat onstuimige weertype in ons land gaan hebben. Toch daarna rustiger weer. We zagen dat hoge drukgebied net al ontwikkelen op de weerkaarten van het GFS-weermodel. En dat betekent dus dat we ook met minder wind te maken gaan krijgen. Wat voor effect heeft dat dan op de temperatuur? Die luchtdrukverdeling pak ik eerst even regio midden erbij.
vrij duidelijk weerbeeld voor de komende dagen. Overdag een aantal graden boven nul. In de nacht een aantal graden daaronder. Maar daarna een duidelijke stijging van de temperatuur. Met die zuidwestelijke stroming komen we echt wel gemiddeld boven de 10 graden uit. Overdag en in de nachten ook 8 of 9 graden. Dus vrij zacht weer voor de tijd van het jaar. Daarna zien we toch wel een vrij grote spreiding. Echt winterweer hoeven we waarschijnlijk niet te verwachten. Maar het zou zomaar kunnen dat onder zo'n hoge drukgebied toch weer een nacht met wat vorst aan zit te komen. Ik heb ook nog even de pluim van Zuidoost-Nederland erbij gepakt. Want we zien toch wel verschillen, zeker voor de korte termijn. Daar komen we de komende dagen nauwelijks boven het vriespunt uit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat sneeuwdek wat zich daar nu vormt. Ook de nachten kunnen daar erg koud gaan verlopen. Zeker als er opklaringen zijn, zouden we daar zomaar naar matige tot misschien lokaal zelfs strenge vorst kunnen gaan. Dus dat is nog wel iets om rekening mee te houden als je daar woont. Maar ook daar zien we vanaf zondag die stijging in de temperatuur. En dan komen we uiteindelijk ook daar in de dubbele cijfers terecht. Nou, met die zuidweststroming wordt natuurlijk ook weer regen aangevoerd. En dat zien we ook goed terug in de neerslaggrafiek. Eerst nog vrij droog. We zien nog vrijdag nog wel dat signaal met die winterse bui die dan nog overtrekken. Op zaterdag tijdelijk wat droger, maar vanaf zondag die piek in neerslag wanneer die regenzones gaan overtrekken. Daarna lijken die neerslagsignalen toch wat lager te worden wanneer we onder invloed komen van hoge druk. En dan raken we dat echt onstuimige weer wel kwijt. Samenvattend, eerst is er nog licht winters, zeker in het zuidoosten van Nederland. Zondag en maandag erg onstuimig met mogelijk ergens in Nederland, zeker in het noordwesten, kans op storm. En daarna waarschijnlijk weer iets rustiger weer met kans op een bui. En temperaturen die zo liggen rond 8 of 9 graden overdag. Tot de volgende keer.